Jurist tevens bestuurskundige Ritten Naresh Algu is vandaag tot substituut griffier van de Nationale Assemblée beëdigd. Ritten is sinds 2011 verbonden aan het parlement. Vicevoorzitter Deo Sharman haalde aan dat Ritten op diverse manieren zijn krachten heeft gegeven aan het instituut. Daarnaast is hij internationaal georiënteerd. Hij heeft namelijk stage gelopen in de parlementen van India en België. En Ritten vertrekt morgen naar Barbados om een programma te verzorgen. Januari is uitgeroepen tot baarmoederhalskanker bewustwordingsmaand. Het doel is om het bewustzijn over dit type kanker en HPV-vaccinatie te vergroten. Dit jaar is de focus gericht op het uitroeien van baarmoederhalskanker binnen een paar generaties. Baarmoederhalskanker is een van de best behandelde vormen van kanker, zolang het vroeg wordt ontdekt en effectief wordt behandeld. Het ministerie van Volksgezondheid roept vrouwen op om zich te laten informeren en zich te laten screenen. Ook roept het ministerie ouders op om hun dochters tussen de 9 en 14 jaar te laten vaccineren. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een partij goederen verzonden naar de Surinaamse studenten in Cuba. Het gaat om een donatie van verbruiksartikelen voor de handhaving van de veiligheid van deze studenten in verband met de stijgende COVID-19 gevallen. Deze goederen zijn afgelopen zondag overhandigd aan de studenten op de ambassade in Havana. Minister Omar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat de studenten de nodige ondersteuning zullen krijgen zolang het past binnen het gezondheidsbeleid.